Hoi, ik ben Mirjam. Wat we nu gaan oefenen is een toonladder. En het is een best een lange toonladder. Waardoor die dus eigenlijk ook goed is voor de ademhaling om te oefenen. En omdat die wat langer is, zorgen we ook dat we de stembreuk oefenen. Dus de overgang van de spreekstem naar de kopstem. Ik doe hem een keertje voor. Twee stukjes. Het eerste stukje is. Doen we die een keer samen. En het tweede stukje is. Doen we die nog een keer. En die twee stukjes pak je dan samen aan elkaar. Dan krijg je het volgende. Oké, dat gaan we eens proberen. Komt-ie. Nu mag jij het proberen. 1, 2, 3, 4... Thank you.